Yo guys, leuk te kennen jullie een nieuwe aflevering. Mijn naam is Justin. Vandaag ben ik weer bij Minecraft. Dit keer ik ben Minecraft gekocht. Maar ik heb gezien toen ik het opstart, heb ik gewoon al mijn servers die ik bij Goodcraft heb ik hierop. Dus ga ik gewoon verder hierop. Waar staat die server hier? Ik ga me gewoon verder met het server. Wat het vorm af, dat weet ik nog. En wat ik... Yo, wat ben ik? Oh, ik dacht al. Maar wat ik wil doen, ik wou een... Level 30 enchant krijgen. Dus. Moet ik verder gaan om suiker te gaan vinden. Want ik heb nog best veel suiker. Maar als ik veel suiker moet vinden, moet ik verder gaan reizen. Maar dan moet ik wel een kompas. Ja, maar ik weet niet wat mijn spawn is. Weet je, ik laat het gewoon groeien. Ik krijg het vanzelf wel. Gaan we eens kijken buiten. Of een zombie. Zo. Gaan we eens buiten kijken. Over onze zoeker. Of ja, eigenlijk is er nu nog zoeker keen, maar toch. Ik wil sowieso een speelgoed gaan pakken van iets sterker zwaar nog. Dus het wordt nog wel wat, hè? Gewoon wat dingen killen. Ik wil ook gaan, hoe heet het? Ik wil binnenkort gaan proberen om hoe dit. Oh ja, ik wil dadelijk zo'n speciaal iets een ander soort mine maken. Waardoor het ook al handiger wordt. Ik ga mijn. Ja. Wie ziet het wel? Want ik ga denk dadelijk gewoon een ondermine. En dan zo'n gat maken. En dan ja. Weet je. Het is moeilijk om te zeggen, jullie zien het eigenlijk wel. Of ja, of de volgende video. Gewoon, ik ga zo naar beneden minen. Gewoon naar beneden. Zo aan het einde ga ik een paar blokjes omhoog en ga ik daar een blok het water plaatsen. En dan kan je er onder vallen en zo. Maar ik wil gaan zo doen die ik wil. Omdat ik nu op deze server heb ik niet het hoogste. Normaal kan ik ook, hoe heet het? Nu kan ik de eind niet vinden. En ja, dat vind ik wel jammer. Ik wil dus hier tot aflevering 30 gaan. En dan een nieuwe survival starten. En daar dan iets beter doen. Want ja, ik heb de komende dagen toch wel veel geleerd over Minecraft, moet ik toegeven. Meer over die enchanting table en zo. En daar ben ik toch wel best laat voor. Ik denk dat ik tot aflevering... 30 jaar en dan ga ik de survival op het moment stoppen. En dan ga ik verder met een nieuwe survival. Dat denk ik tot aflevering 100. Ik ben nu ook alleen maar van die mobs aan het zoeken om... Ja, om te killen, want ik wil nog experience. Wil je... Waarom zijn de hele tijd die seeds weg? De vorige had ik nog niet geplaatst. Ach ja... Misschien daarom ook een beetje dikke glitch in de game. Zo, even die zombie killen. Zo. Yep. Ik heb misschien nog een map gemaakt. Dat is misschien ook wel handig. Heb ik dat sugar daar al gepakt? Ik heb er twee, dus nee, denk het niet. Zo, even deze zombie nog killen. Ik level 4. Heb ik er al twee gepakt, echt waar? What the fuck? Oh, daar is nog een skeleton, die wil ik ook nog wel even killen. Ik pak er nog niet te veel. Zo. Dat is wel een beetje irritant om nog met zo'n skeleton. Die slaat je super ver weg, dus ik kan die beter gaan hitten. Ik ben bijna level 5, bijna. Ik heb nog twee iron sword, want ik wil mijn iron sword super sterk maken. Of ja, super sterk, gewoon sterk maken. Gaan we eens naar binnen. Dit is best wel een lange mijn, maar die gaat verleden tijd worden. Dan wat ga ik dan niet doen? Even snel nog één zwaardje erin.
Je smite, fire respect. Fire respect, dat wil ik. Dan moet ik level 5 voor zijn, allemaal. Hoe leuk. Dat denk ik net niet, hè. Dat level wil ik eigenlijk wel zijn. Ik zie dan een koe. Misschien levert dat mee op. Een kip. Gaat dood. Nee. Zombie. Kom op. Level 5. Hang de fire respect op. Die kan ik met die dieren braden. Want ik heb bijvoorbeeld geleerd, dat wil ik echt niet wezen. Ik weet, dat kan misschien een beetje dom voor mij. Maar dat je een looting en zo ten, op de pickaxe had je ook zoiets. Ik ben even de naam kijken, waardoor je meer in één keer krijgt. En ik heb met mijn vriend Jamie had ik een survival opgestart. En dan hadden we 20, en met een andere chan 20 blokken van diamond gedaan. Hebben we die gemined, hebben we die met... die op een dingen 3 gedaan. En weet je wat eruit komt? Er komt letterlijk dingen uit. Hoe heet het? Huh? Ach, boei, ik ben op een zoek. Ik ken nog steeds 3 levels. En die. En die. Kost dat 9. Wat zit als fire respect en smite 1 op? Lekker toch. Dit gaat denk ik dichten. Met deur, dat heb ik toevallig 3 van. Ik ga hem dat dichten. Zo, zo. En dan ga ik dat doen, wat ik wou. Maar dat ga ik eens buiten. Nee, in mijn huis. Misschien wel handig. En dit ook hier. Dan moet ik toch een andere mine. En dan... Wat heb ik hierop staan? Een fancy 1. Ik ga eens een nieuwe package maken. Heb ik nog een iron? Ja. Ik ben er weer even. Mijn moeder vraagde me iets, dus ja. Maar wacht. Even kijken, kan ik die maken? Ja. Dan gaan we eens kijken wat ik erop krijg. Want dan weet ik, als ik volgens mij hoor, dan weet ik wel weer... Unbreaking, a fancy. Dan wacht ik tot ik dat erop krijg. Maar kijk, dan gaan we eens dit doen. Dan beginnen we hier met een gat van 2. Hier een hoek, daar is veel water. Ja, waarom niet? Wacht, ik moet wel heel veel ladders maken, wacht. Hoe gaan we dat doen? Maar dan denk ik hoe we dit gaan doen. Ik denk eerst gewoon heel veel ladders. En ladders maak ik met hoe? Nog een ogen sticks. Oké. Okay. Maken we best wel sticks. Mak sticks. Dan maken we dit eens. 14. Dat is dan ja niet echt heel veel. Dan heb ik dan maar 42 blok. Maar dat is echt niet genoeg. Ik ben bang dat het niet genoeg is. En dan ja, zijn we fucked. Ik heb nog meer. Hier 21. Hier 8. Nog meer. Hier volgens mij 2. Dus kunnen we hier nog een beetje uit van maken. Waar zijn sticks? Hier. Nee, ik wil een shovel. Oh, je kan nog steeds een 14 maken. Vissen hangen, maar dan gaan we de ladders nog eens maken. Nog eens 8. Dat is dan denk ik wel genoeg. En dan heb ik nu meer als een stack. Dan gaan we dit eens dichten. Dit. En dan gaan we het helemaal ondermijnen. Helemaal. Oh ja, wat ook nog slim is, even een torch meenemen. Want ja, torch hebben we ook wel nodig, denk ik. Torch. Ja, en nu kunnen we beginnen. Naar beneden. Dan gaan we zo naar beneden. Zo. Dan mag ik de tocht plaatsen. Cool, ja. Yeah. Ik wil het maar sowieso dit ook heel erg graag vinden voor alle experience. Want dan kan ik daar wel van nee, kan ik om een zwart fire expert gaan zetten. Het zal nice zijn. Thank you.
Wat? Ik heb natuurlijk al mijn plaatsen gespeeld, hè. Ik ben ook zo'n slimpie, hè. Fuck je. Zo. Zo had ik dan naar boven kunnen. Dit was best lang, maar we hebben wel een goede mine. Zo, dan wil ik me wel nog van de chest smijten. 3, 2, 3, 4, 5. Heb ik mijn boog niet bij me te hek? 2. Dit allemaal heb ik op het moment niet echt nodig. Ik heb een potato! Ja, die kan ik gaan farmen. Dat ga ik nog dadelijk doen. Zo, dit is voor het nu wel genoeg. En dan plaatsen we nu gewoon hier een torch. Al het kool pakken. Kool heb ik nog altijd nodig. En kool blijft nooit ophouden of nodig hebben. En het is ook een level 4. Nice. Of ja, ik is totaal het hoor of zo, hè. Maar je moet het begin hebben. Want ja, anders kom je nooit bij level 9. Weet je, ik ken ook niet eens de nether. Dat is echt brug. En sowieso, ik wil sowieso twee redenen natuurlijk een nieuwe survival starten, want ja, mijn mening is dat survival een beetje mislukt. Dat is nummer 1. En nummer 2 is, ik wil gewoon op 1. Ja, nu zit IGD als 1.0, maar met Elytra spelen, met de N spelen. Want dan wil ik proberen met een 100 aflevering de N te vinden. Want dat zou wel nice zijn als we dan echt een N gaan vinden. Volgens mij haal ik nu net dadelijk, ja, level 5 gehaald. En dan heb ik zo het idee helemaal naar onder. En dan heb ik lekker wat cobblestone. Die heb ik nog niet zeggen of zo'n huis. En dan vind ik nog eens iron. Mag voor mij mee. Waarom ook niet iron? Heb ik nog wel bijna altijd nog nodig. Zo. Zet hem hier gewoon in. Gaan we zo helemaal. Wat is dat nou? Als het daar een grotte wordt. Het zal zo zijn. Maar mij boeit niet echt. Dan gaan we gewoon verder. Weer iron. En kool. Weet je, op het moment heb ik eigenlijk nog liever kool dan iron. Ik wil echt die levels hebben. Maar iron hebben we niet zoveel meer, omdat we de vorige video... Video is nu afgelopen. Maar ik heb natuurlijk heel veel kool, iron nodig van de vorige video en anvil gemaakt. Of de video daarvoor. Oké, okay, guys, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ga de video hierbij afsluiten. Doe alvast een like hieronder. Abonneer zeker op dit kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. Doei doei en tot gauw. Houdoe.